Goedemiddag. Hi. Met welke diagnose ben je binnengekomen? Fibromyalgie. Okay. Hoe lang heb je dat gehad? Nou, zeker al wel een jaar of 15 dat ik de diagnose heb, maar klachten heb ik al veel langer. Oké. Hoe lang ben je nu bezig met de techniek? 2 maanden. Oké. Okay. Van de 100% klachten die je had, en hoeveel zijn er nu van over? Van 100% klachten, ik denk dat ik nog 5% klachten over heb. Dus 95% is het verbeterd. Oké. Okay. Ja. Wat denk je wat de oorzaak is geweest? Dat mijn klachten verbeterden? De oorzaak van jouw fibromyalgische symptomen die je had. Ik denk toch het verkrampen, vooral in mijn jeugd. Ligt daar wel een hele grote oorzaak van. Stress, ja. Heel veel stress, perfectionistisch. Alles onder controle willen hebben. Dat. Ja. Ja, en ook gecrashed een keer met de auto. De kop in de sloot. Misschien heeft dat ook wel meegeholpen. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Ja. Goed. Ga ik iets over zeggen. Mm-hmm. In mijn behandeling met jou ben ik erachter gekomen dat de doorstroming in je nekwervelkolom naar omhoog en ook weer omlaag de allergrootste oorzaak is geweest voor jouw ontstaan van je fibromyalgische verschijnselen. Want met het openen van de epifora-poort heb je een dermate goed resultaat. De bloeding in het hoofd gaat zo snel goed de goede kant op dat je daardoor zo snel genezen bent. Ja. Als je het alleen van stress hebt, doe je er wat langer over. Ja. Dus de epifora-poort is waarschijnlijk de grootste. Dus de opening van je poort, dat is van de opening naar zelfgenezing. En de ademtechniek is de motor die het helpt. Maar als je goed open blijft. Dat denk ik ook. Oké. Okay. Ja. Wat vind je van de techniek? Wat vind je van het geheel? Ja, de techniek is heel makkelijk aan te leren. De truc is om het vol te houden, maar je hebt er zoveel bij te winnen, je houdt het automatisch al vol. Mm-hmm. Want komt het er een keer niet van, dan merk je het wel. Okay. Dus je motiveert jezelf, je beloont jezelf door de oefeningen te doen, dat je gewoon veel beter voelt. Oké. Okay. Ja. Dus je weet, je moet oefening blijven doen. Ja, oefeningen blijven doen. Dat is belangrijk. Ja. Ja. Want je hebt wel eens dat je wat minder doet. Ja, klopt. Wat gebeurt er dan? Of iets minder fanatiek doet. Ja, precies. Ja, dan voel je gelijk slechter worden. Oké, okay, en vooral het zien wordt gelijk. Ja, het zien wordt slechter. Dan weet je dus dat je crasht. Emotioneel wordt je slechter. Ja. Je raakt vermoeider. Nou, je gaat gewoon weer bergafwaarts. Ja. Ja. Nou ja, en dan weer fanatiek de oefeningen oppakken. En dan voel je eigenlijk binnen een dag alweer beter. Als dat het geval is bij jou, dan is waarschijnlijk de cirkel van Willis in je hoofd, de verbinding tussen je halsslagaders en je nekslagaders, niet sterk aangelegd bij je. Mm-hmm. Waardoor als je in je epifora-poort crasht, door je een beetje zakken met je houding, dan gaan zomaar de rode stoplichten in je achterhoofd aan. En dan zie je alweer wazig, et cetera. Ja. Dus je kunt je dat niet veroorloven. Dat is de hypothese van deze techniek. En jij bent daar een prachtig voorbeeld van. Vandaar dat ik het ook even noem in dit filmpje. Tuurlijk, ja. Begrijp ik. Wat is je gevoel erbij, je emotie erbij? Ja, het is gewoon zo fijn om je weer zo goed te voelen. Ik heb me gewoon nou eigenlijk in geen 20, 25 jaar zo goed gevoeld. En een grootste compliment komt natuurlijk van mijn man. Die zegt van, ja, wat gebeurt er allemaal met je? Ik herken je zo bijna niet. En ja, dat is natuurlijk het allermooiste. Ja. Super. Ja, beter later nooit. Dankjewel. Alsjeblieft.